morning everyone. Het is vandaag de start van een nieuwe week. Het is vandaag maandag. Oh, mijn haar zat zo strak vast. En ik heb het net losgelaten en het voelt zo lekker. Ik heb best wel veel comments gehad met betrekking tot mijn camera. Maar er zit inderdaad... Mijn camera is niet meer goed. In dit soort licht is het dan weer wel goed. Maar in zonlicht dan zie je van die hele kleine vlekjes. En het is gewoon sowieso tijd voor een nieuwe camera. Want ik heb deze al 1,5 jaar. Dus ik ga even me omkleden, even douchen. En dan ga ik real quick naar Camera Express. En dan ga ik even een nieuwe camera kopen. En vandaag heb ik een verwenddagje ingepland met Mina. Dus wij gaan vandaag lekker samen onze tanden bleken. Naar de hammam. Daarna gaan we naar de zonnebank. Ik ga wel onder de allerlaagste. En dan gaan we een massage nemen. Cannot wait. We kunnen even kijken wat Dellel aan het doen is. En dan kunnen we eventueel langs Dellel. Want dat is een beetje het plan voor vandaag. Ik zit in de auto. En ik heb net een telefoontje gekregen dat vandaag mijn auto, mijn tijdelijke auto wordt geleverd. Dus ik moet even kijken waar in de dag die geleverd kan worden. En anders moet hij naar de zaak van mijn ouders. En dan haal ik hem daar op. So I'm so excited. Gaf ik deze niet meer te rijden. Ik ben er. Ik ga nu even naar binnen. En als het goed is, moeten jullie me zo zien vloggen met een andere camera. En dan hoop ik dat de kwaliteit iets beter is. Ik heb mijn lader bij me. Ik ga deze gelijk inruilen, denk ik. En even kijken. Heb ik alles? Yes. Ik ga nu naar binnen en ik zie jullie er. Ik zit weer in de auto. Ik heb mijn nieuwe camera gekocht. Dus die ga ik nu instellen. Ik heb deze toch niet daarin gedeld. Want hun waren echt grappig met het bedrag wat ze opnoemden. En kut! I was not about to do it. Ik zie jullie zo. Ik ben nu aan het vloggen met mijn nieuwe camera. Mina is er ook. Wat heeft voor mij gehad? Wat is dit? Ja, wat is dit? Dit is wel lekker. Vind je wel lekker? Dat was zo'n refreshener. Ja, ja, het is wel lekker met persik, met green tea. Ja, lekker. En voor jou café latte? Hoe is het? Nice caramel latte. Ik neem dat altijd. Hij ziet er wel goed uit. Zeg je eerlijk. Ja, yeah, try it. Oh ja, hij is lekker man. Ja. Wij gaan nu onze tanden bleken. Maar eerst gaat ze even koffie drinken. Ik ga even koffie drinken. Dan gaan we mijn tanden spoelen. En dan gaan we onze tanden bleken. Ik ben bij de tandenbleker Rotterdam. Vorige keer was ik in die van Amsterdam. En nu ga ik lekker in de buurt bleken. Ik heb net de eerste sessie erop zitten en kijk hoe fucking wit ze zijn. Het gaat echt snel. Guys, ik heb nu 3 sessies erop zitten en ze zijn echt super wit. Echt sick. Ik ben zo happy daarmee. Wij zitten inmiddels weer in de auto. Oh my god, mijn tanden zijn zo wit, hè. Dit is abnormaal. Ja, ik heb dit nog nooit zo wit gehad. Zie je dat? Ja, yeah, it's real white. Die van jou ook hoor, kijk dan. Ja. Oh, echt sick. I love it. Wij gaan nu even naar de Primark. En als het goed is, is zojuist mijn auto geleverd. Dus wij gaan ook even kijken of ik mijn auto gelijk uit kan rijden van de garage. En we gaan zo lekker naar de H&M. Maar we moeten even mijn pyjama halen, want we gaan de hele dag in onze pyjama lopen. Ik ben met Mina. We zijn zojuist bij de Primark geweest. En we gaan nu mijn nieuwe autootje ophalen. Mina en ik zitten in mijn nieuwe autootje. Ja! Ik ga hem zo wel even laten zien. Alleen we moeten nu echt haast maken, want we moeten echt naar de H&M. Dit is hem geworden. Dit is een nieuwe polootje waar ik super excited mee ben. En hier ga ik dan rijden totdat mijn auto geleverd wordt. En Mina zit daar. Hey, knapperd. Oké. Okay. Oké, wij hebben dus net allemaal bij de Primark onze dingetjes gehaald. We hebben allemaal matching pyjama's. Maar echt gewoon, dus wij komen er samen zeg maar heel matching uit. Wij gaan nu naar Spa en Wellness Hammam hier in Rotterdam. Volgens mij, dat zit op de Nieuw Binnenweg. En hier hebben ze, het is best wel een grote hammam en... Dus ze hebben zeg maar ook een jacuzzi en dat toch wat vertelde. Ja, ik zag op de site dat ze een jacuzzi hadden. Ja, dus Mina heeft een VIP arrangement voor ons geboekt. Dus wij gaan nu lekker ontspannen.
komen net uit de hammam en het was zo lekker. Alleen Mien heeft een beetje pijn aan haar tanden. En we hebben exact hetzelfde outfitje aan. Tot aan de broek toe, zeg maar. We gaan nu even kijken of we ergens ibuprofen voor haar kunnen scoren. Ik ben ook echt zo blij met mijn tanden. Ze zijn zo wit. Yeah, I know, je hebt een beetje pijn. I hate you. Ja, ik heb gewoon een beetje pijn. Maar... En ik was mijn BH thuis vergeten. Dus ik heb gewoon een bikini topje aan. Opgedroogd, gewassen. En die heb ik nu aangedaan. En ik moet thuis echt even een BH aandoen. En we gaan nu even rijden. Ik heb Mina zojuist thuis afgezet. Haar tanden zijn best wel gevoelig. Dus zij heeft best wel pijn aan haar tanden. Waar die van mij gewoon best wel tegen een stootje kunnen. Ik probeer een beetje te ondervinden hoe ik mijn telefoon via de lader connect hier aan. Want Bluetooth lukt gewoon, maar dit lukt dan niet ofzo. I don't understand. Maar ik ga nu naar huis rijden. Vanuit Den Haag. En ik heb Tello, want ik ga Tello eten. En dan moet ik eventjes iets afzetten bij Ridda. En dan ga ik verder met mijn kamer opruimen. Hi everyone, ik ben inmiddels thuis. Ik heb een pakketje van LA Sisters. Want ik heb daar een aantal bikinis van. Hun stof, heb ik het idee, voor bikinis is echt ideaal. En ik heb daar een paar bikinis. Ik heb daar een paar bikinis van. Om even te kijken of het past voor de zomer. Dus dan ben ik weer bikini ready. Ik had er ook nog een paar van Naked. Ik ga het even openmaken en passen. En even kijken hoe het staat. Mijn haar is weer vettig, want ik heb na de hammam, heb ik met Mina in de hammam een massage genomen. En ze gingen zo met ons haar spelen en dan kwam daar ook olie in. Dus ik ben niet echt van plan om het te feunen vanavond. Maar ik laat het gewoon zo. En dan ga ik het morgen wassen en eventueel feunen bij de kapper. Dat is het eigenlijk. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie vinden van deze camera. Is die scherper? Is die beter? Of merken jullie precies niks? Ik lig inmiddels, of ik zit inmiddels in mijn bed. Ik ben echt doodgeprikt door die muggen. Cute, zo erg. Ik heb mijn nieuwe pyjama aan van de Primark. Hij is enkel wel heel erg gekreukeld. En ik had geen strijkbank boven. En het is te laat om dit te strijken. Who am I kidding? I would not strike this at all. I would not do that. Maar ik heb net die bikinis gepast van LA Sisters. Ze zitten zo lekker. Dus voor de dames... die zeg maar een wat grotere borstgevel hebben, raad ik twee bikinis echt aan. Je moet ze gewoon hoog strikken en dan moet je het een beetje allemaal goed zetten en dan zitten ze zo top. Ik ga die twee bikinis even in de beschrijving zetten. Zien jullie trouwens enige verschil met de kwaliteit qua filmen? Jullie moeten me het echt laten weten. Ik weet dat ik het eerder heb gevraagd, but please don't forget. Ik heb alweer wat aan mijn kamer gedaan. Heel veel dozen staan nu leeg. Die moet ik echt weggooien morgen. Ik hoef eigenlijk maar een paar dingetjes te doen nog. En dan ben ik klaar met mijn kast inruimen. Ik moet mijn bureau wegdoen en mijn stoel. En oh, ja, ik moet morgen ook mijn behang ophalen. Want deze twee muur en die muur worden behangd. Is dat een woord, behangd? Vast wel. Vanaf dan hoor ik het sowieso wel van jullie. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik zit in de auto. Ik moet het haar van mij laten wassen bij de kapper. Want gisteren werd ik gemasseerd en toen was er allemaal olie in mijn haar gekomen. Na de hammam. En dan moet ik even mijn oude camera op de post doen, want die is overgekocht. Dus dat ga ik nu gelijk doen. Ik moet een pakketje ophalen. Maar dat kan later op de dag. En ik ga even lunchen in de stad met Ridda. Want die heb ik ook heel lang niet gezien. Hoe kom ik aan deze zwarte vlekjes elke keer? Ik weet echt niet wat ik aanraak. Maar ja, ik ga nu een beetje haast maken. Zodat ik de kapper nog haal. En dan nog op tijd kan lunchen. Mensen, ik zit op het terras bij Bertmans met Ridda. En ik heb zojuist ook even heel snel bij Hidden Beauty mijn haar gevind. Oké, laat me wachten dan. Ik heb hier puist. Oh, wie dan? Wie is die lijn? Bij Wooha heb je J. Cole, A$AP Rocky, Migos, Ty Dolla $ign, Joey Badass, Lil Pump, Playboy Cardi, Lil Pump is van Gucci Gang, Gold. Ik heb gepocheerd ei met avocado en een citroenlimonade. Ridda heeft hetzelfde. En we gaan zoete aardappelen delen. Eet smakelijk! Oké, wij lopen nu even in de stad. Ik ben net even bij de Rituals geweest. Ik laat ze wel even zien wat ik heb gehaald. We gaan nu yo-yo halen. Ik wou ook mijn twee paar schoenen meenemen. Oké, Ridda en ik are wearing this thing. It's winning. Maar mijn schoenen waren nog niet klaar.
Dus dat was ook echt balen. Het is zo fucking warm buiten. Ik ben net eigenlijk naar The Rituals geweest. En ik heb zo'n jurkje voor in de auto gehad. Dat vind ik er heel schattig uitzien. Maar ik weet niet hoe die kliksysteem werkt. Echt iets voor mij. But I wanna do it. En ik heb ook even een beige shirt gehaald bij de H&M. Want ik vind het shirt die ik nu aan heb niet zo. Dus ik ga dit even aandoen en dan kom ik terug. En ik ben dit alweer zat. Ik had dit echt niet moeten halen. Ik had echt zo'n refreshner bij de Starbucks moeten halen. Ken je dat als je vol zit, maar je blijft gewoon drinken en eten. En dan denk je, oh, als ik nu nog één hap neem, dan ben ik gewoon faya. It was Selma is niet faya. En dat was het eigenlijk in mijn leven. Ik heb even een ander shirt aangedaan. Ik ga even de auto stofzuigen, want gisteren de broeken die Mina en ik van de Primark hadden gehaald naar de H&M, die geven heel erg af aan het stof. Dus ik heb overal van die kleine pluisjes. Dus ga ik nu stofzuigen. En dan even kijken waar Marba is. Want ik heb een afspraak in Almere over een uur en 50 minuutjes. En ik wil pas na de file wil ik rijden. Dus even kijken of Marba mee wil. Wij zijn zojuist. Ha jongens, wij zijn zojuist. Get the fuck out of here. In Almere. Wij zijn in Almere. We gaan nu bij Sasha langs. Gaan we wat eten. Met de organisatie voor Alles voor Liefde. Ik weet niet wat Marva aan het doen is, maar het is oké. Bij Sasha Lounge. Het is in Almere, het is dicht bij de haven. En het ging ook best wel goed, onze meeting. Voor dus heb ik er niet veel over te zeggen. Ridda, Marwa en ik gingen onderweg naar huis, deden we carpool karaoke. En zeg maar, iedereen mocht een liedje kiezen en dan hadden we beurten. Ik begon en toen kwam Ridda en toen kwam Marwa en toen was ik weer aan de beurt. En dat was zo leuk. Want we komen alle drie op andere nummers. Maar het moesten wel echt wel de regels. En het moesten allemaal nummers zijn die we wel met z'n drieën konden meezingen. Dus waarvan we echt zeker wisten, oh, dit moet de ander echt kennen. Nou, dat hebben we dus gedaan. En het was echt zo grappig. Ik wil echt zoiets opnemen met hun twee. Lijkt me echt vet leuk. Maar ja, ik weet niet of jullie daarop zitten te wachten. Want ik weet al dat ik heel veel gezeik krijg als ik zeg maar... liedjes meezing, dan cringe jullie heel vaak. Maar ja, het lijkt me echt super leuk, want iedereen kiest gewoon een heel ander nummer uit. Ja, laat maar weten of dat leuk lijkt. Of als jullie andere ideeën hebben, ook leuk. Maar die carpool karaoke lijkt me echt super leuk. Ik ga lekker douchen. Ik moet morgen super vroeg op, want ik heb morgen twee afspraken staan in Amsterdam. Ik ga denk ik ook even langs Amber. Oh ja, ik moet morgen best wel veel doen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik lekker ga slapen. En morgen wordt ook met de juiste behang geleverd. Dus dan wordt dit of morgen of overmorgen behangen. En dan zien jullie ook geen witte achtergrond eigenlijk. Maar ik wil het helemaal niet echt nog laten zien. Maar oké, maakt niet uit. En voor de rest is mijn kamer al best wel leeg. Dan haal ik... Ik moet alleen nog twee dingen weghalen en dan is het oké. Oh, ik krijg trouwens echt veel gezeik. Oh, waarom doe je je kamer als je toch binnenkort wilt trouwen en uit huis gaat? Ik wil deze kamer gewoon doen om de resterende tijden gewoon het leuk te hebben hier, zeg maar. En die kast kan ik altijd uit elkaar halen en meenemen. En misschien neemt mijn broertje deze kamer wel over, weet ik veel. In ieder geval, dan is hij gewoon lekker gedaan. En we zijn toch al bezig met heel het huis. Dus waarom zou ik dan mijn kamer niet doen? Maar oké. None of my goddamn business, want iedereen weet het alvast beter dan mij. Maar ik vind het heel fijn om de 15 vierkante meters die ik heb heel aangenaam voor mezelf te maken. Want dit is toch wel echt soort van mijn stukje hier in huis. En ja, ik heb genoeg gebabbeld. Ik hoop dat jullie het leuke vlog hebben gevonden. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter en dan zie ik jullie morgen weer. Doeg! Hey.